Weet je wat we doen? We zitten een dichter bij Groen. Ja, of wel 50 volgens mij. Nou ja, we zijn nu al 56 jaar, 50 jaar. Ja, 50 jaar, 40 hebben we het dan. Nee, 50 jaar, 40 hebben we dat in het MRO gehad. Oh ja. Het weekend. Nee, 50. Dus het is nu al 56, dus het wordt al 7, ja. Dus 52 jaar. Ja. September 26, 25. Als eerste bewoner, ja. En u hebt nooit besloten, ik ga weg. Nee. Ik zou niet weten waarin. Ze moeten ons eruit dragen. Nee, want dit krijgen we nooit meer. We zijn met 3 kinderen gekomen en die hebben al hier heerlijk gespeeld. Ja, er staat ook een bord, hebben ze neergezet netjes. Ja, want als er geen mensen waren die dat gingen doen, dan was de vraag wat er dan van zou worden van dat veldje. Ik denk dat het toch wel 40 jaar is al, dat die heemtuin begonnen ben. Ja, met nog 2, met z'n 3 waren we. Ja, van 40 jaar, wel heel lang hoor. En waarom bent u begonnen met de heemtuin? Nou, het is, ik ben gek op de natuur, hè, als eerste. En het veldje was alleen maar met brandnetels. Nou, dus moesten ze mensen hebben die dat allemaal weg gingen halen. En toen waren wij met nog 2 vrouwen. Zijn wij begonnen alleen maar brandnetels uit te trekken. En de vergroenvoorzieningen, die hebben helemaal de heemtuin aangelegd. Allemaal van alles neergezet en daar hadden we ook regelmatig contact mee. En dus we hebben eigenlijk elke week, gingen we daar werken, op een dinsdagmorgen. Maar af en toe bij begin van het jaar weer even bij een van de vrouwen bij ons. En dan gingen we even doornemen wat er gebeuren moest. En en dan had hij ook wel ideeën wat hij nog zou planten en zo. Dus we hadden wel contact met groenvoorzieningen. En die deed ook wel eens met kinderen een rondleiding. Dat heb ik van mijn geboorte meegekregen, denk ik. Want ik ben altijd gek met de natuur geweest. En ik ging altijd overal met de kinderen, met mijn ouders en mijn zussen naar het groen toe in Amsterdam. Naar een dijk, want ja, we hadden nooit zoveel geld, dus we konden nooit zo vaak met vakantie. En dan ging ik naar een dijk en dan had ik altijd al bloemetjes te plukken en te drogen. Dat ik met de kinderen ging wandelen, met mijn eigen kinderen. Als baby ging ik al naar zo'n sportvelden toe in Amsterdam-Oost. En daar stonden ook allemaal wilde bloemen en ging ik allemaal plukken en thuis drogen. En dat heb ik dan altijd gedaan, altijd oog voor de natuur. Heerlijk. Ja, hoe geven jullie je tuin water? Nou, dat regelt zich vanzelf. Nou, we zijn dus allemaal alles wat slecht voor het milieu is, daar doen we niet mee, niks mee.
Nee, zeker niet. We zouden maar op een natuurlijke manier werken we. Ja, weer of geen weer. Jullie gingen erin. Wat is je lievelingsplant? Nou ja, ik vind alles mooi, heleboel. Maar waar ik heel gek mee ben, dat is een liguste struik. En waarom? De lucht. Het ruikt heerlijk. Als je aan het fietsen bent en je komt ergens langs een haag, dan ruik je al zo'n liguste staat. En ik vind het zo mooi, ja, de lucht al. Heerlijk. Nou, verder vind ik zo'n kleinste bloemetje leuk. Dat is... Ja, nou, het is te veel om op te noemen eigenlijk. Die kastanjebomen, als ik hier door die Molenwijk woon, en dat vind ik zo prachtig. Dan kijk ik mijn ogen uit. En vooral die heel lieve, hoe heet die boom ook weer? Vreugdenootboom. Er zijn hier stukken wat van die vreugdenootbomen, die zijn zo mooi. Die al die zijtakken. Ook als ze kaal zijn, vind ik de bomen heel mooi. De herfst. Ik vind alle jaargetijden mooi, maar de herfst, die vind ik prachtig. De lucht, s'morgens, en dan zoals het lekker ruikt buiten, en dan is het een beetje damperig is, en prachtig. En de lucht, en ja, heerlijk. De natuur is ook zo mooi. En dan de kleuren, ja. En dat van Amsterdam, hè? Om een raam. Ja. Zijn wel smerig, hè? Ja, we hebben een paar keer ziekenhuis gelegen. En degene die, waarmee ik samenwerkte, zijn allebei overleden. En verder, ja, krijgen we geen andere mensen erbij. En we zijn van groenvoorziening of van het staatsdeelkantoor. 1 of 2 mannen die dan in de tuin werken. En het ziet er dan ook keurig uit. Dan ga ik even. Dus daar ben ik blij om. Als die me eentje doe ik het niet. Nee, gaat ook niet meer. Nou, dat hij nog heel lang mee heeft bestaan en dat de gemeente goed voor zorgt. Dat alle bomen, struiken die er nu staan blijven bestaan. Ja, mijn hobby is keramiek. En ik heb, toen mijn ouders 80 jaar werden, heb ik 2 kabouters gemaakt. Een kabouterman en een kaboutervrouw. En nu zijn ze overleden en ze staan onder onze boom. En ons kleinkind vindt deze boom geweldig. Hij zoekt er slakken,
hij speelt er en vindt het gewoon geweldig om hier te zijn. Ja, en hij heeft twee deurtjes gemaakt. Zogenaamde elfendeurtjes, die je wel eens ziet. En die heeft ze bij de boom geplaatst. Dus voor hem is het ook daadwerkelijk van, oh, dat is de kabouterboom. Daar wonen de kabouters. En opa voedt die fantasie natuurlijk graag. Want ja, die leeft zelf graag in de kabouterwereld. Dus dat, daar hebben we elkaar in gevonden. Nou, hier beneden zie je de twee deuren. En één van die deuren die wil ik ontzettend graag in de heemtuin zetten. Gewoon op een stil plekje. Dat als mensen daar komen en denken, hé, waar komt die deur nou vandaan? Dat lijkt me nou gewoon heel erg leuk. Want hier zijn twee deuren net even te veel. Dus ik ga er één doneren. Ja, kijk, hier zit ook nog een kaboutertje verstopt. Oh ja, die is ja, ook die leuk. Ja, die zit hier verstopt. Het zit vol met verrassingen, die boom. Die woont daar ook al jaren. En dan hebben we ook nog de lachende aardappel. Die woont hier. Dat is de lachende aardappel. Ja, en er hangen natuurlijk keramieke vogels in de boom. Ja. En ik heb een huisdier gehad en die heette Klik, de hond. En toen hij was overleden heb ik later gewoon hem gekleid. Dus hij waakt nog over ons huis. Ja, is, hij zorgt is gewoon. Klik. Ja, en een andere hobby is zwemmen. Dus hij heeft zwembril op. Je weet het nooit. En dat heksje en die pompoen, ja, dat is dit jaargetij. Straks gaan er winterelementen in. Maar nu nog even niet. Daar zijn we nog even niet aan toe. Boven de deur van ons huis wilde ik heel graag een levensboom maken. Bij oude boerderijen heb je een boom waar boven de deur waar mensen naar binnen gaan als ze trouwen en naar buiten gaan als ze dood zijn. Nou ja, deze deur, dat is de enige ingang, dus daar gaan we altijd door naar binnen. Maar ik vond het wel mooi om een levensboom daar te hangen. Waar wij zelf op staan afgebeeld, met mondkapjes nu natuurlijk, om het actueel te houden. Ja. En dit is dan een houvol aan de buurtgenoten. Nou, een van de andere hobby's is gewoon dichten. En ik heb hier twee gedichten aan de muur hangen. Levenslicht, leven is, licht is, leven is, levenslicht. En het andere gedicht is schemeren tot het licht het donker gaat verjagen. En dat is een tekst en die komt uit de geschiedenis van Bert. Want daar gingen ze altijd heel lang schemeren. Ja. En dan wilden ze geen lampen aan. Want dan werd het schemerlicht verjaagd. En ik vond dat zo'n mooie zin. Die heb ik onthouden en die heb ik ooit in een gedicht gedaan. Maar ik vond hem heel mooi om te gebruiken op zo'n tegel in de tuin. Hele kleine baby. Hè? Ja, naast het dichten heb ik ook een hobby. En dat is tekenen. Ik ben van oorsprong reclameontwerper tekenaar geweest. En ja, nu op mijn oude dag zeg maar eventjes zo. Ben ik gaan tekenen en ik teken eigenlijk altijd spotprenten van mijzelf. En daar betrek ik Erna dan ook in. En ik vind het altijd krachtiger als je gewoon jezelf op de hak neemt in plaats van wat je in veel cabaretprogramma's ziet. Dat mensen maar anderen met de grond gelijk maken en via anderen hun grappen maken en grollen. En ik neem mezelf altijd als onderwerp. Dus dagelijks teken ik Bertjes. En ik hoor van de omgeving dat ze toch altijd wel behoorlijk lijken. Maar schat, waar is je mond gebleven? Dat is naar aanleiding van de mondkapjes natuurlijk. Waar ik tegenwoordig natuurlijk dankbaar gebruik van maak. Hier zien we dus Pinocchio die ook een poging doet om een mondkapje op te doen. Hier na de corona pandemie zit ik bij de kapper. En hier ging ik met pensioen. Dus het eerste wat ik deed was mijn horloge weggooien. Die had ik niet meer nodig. En hier zie je dus de gevolgen van... als je niest op straat tegenwoordig, dan word je nog net niet opgehangen. Hij nieste in de bus.
En deze vrouw die zegt tegen haar man, doe maar af. Dat kapje, want je lijkt wel op het paard van de Schillenboer. Je natuurlijk ook het paard van de Schillenboer met zo'n kap op. Met eten. En er werden altijd schillen in gegooid. Ja. Oké, jongens, kappen nu. In nog een blaadje. En dan Mary Poppins. Die supercalifragilisticexpialidocious zegt. En dan zegt, misschien is het even dat kapje van je mond halen. Dan kan ik je verstaan, zeg ik dan tegen die vrouw. En dit is dan een beetje de laatste. Hoor. Ik ben mijn gebit vergeten in te doen, maar gelukkig zie je dat niet. Oh, je moet gewoon Bert Schoonhoven. Als je Bert Schoonhoven intypt op Instagram en zowel op Facebook, dan herken je hem vanzelf. Hallo? Ja. Oh nee. Ons kleinkind, die vindt het heel leuk om dingen te ontdekken. Ja. En Bert is opa's opa. En die is op een gegeven moment... Ja, je hebt de heemtuin ontdekt eigenlijk. Ik was altijd al met Jason, een kleinkind, aan het fantaseren. Alsof we al in de sprookjesbos liepen. Maar ja, we liepen in de Molenwijk. En wij hebben natuurlijk wel zo'n grote fantasie dat we dan ons gewoon inderdaad in het land van Oz wanen. En op een gegeven moment liepen we eigenlijk per ongeluk ineens... hadden we het gevoel dat we een kabouter sprookjesbos inliepen. We zagen hele grillige bomen en we zagen moerasjes en kleine kronkelpaadjes en vreemde planten en vogeltjes en kleine bospaadjes. Dus dat werd voor ons het kabouterbos. Ja. En daar gingen we eigenlijk iedere week wel naartoe. En het is ook vreemd, grappig, dat zodra we daar in de buurt komen, begint Jason al te fluisteren. Van opa, sst, kabouters. En dan gaan we zo kijken bij de kabouterboom in z'n tweeën. En dan wanen we ons echt een tijdje gewoon midden tussen de kabouters. Kijk, dan gaat hij ook slijpen. Hij laat het zien, ja. En zo is dat hele idee van die heemtuin is ontsproten. Ja. Zal ik beginnen? Ik zit voor een roos. Hij ziet er nu niet uit, maar het is een new down. En toen ik bijna 30 jaar geleden in dit huis kwam, kreeg ik van mijn oma een stekkie. En in de zomer bloeit hij heel wild, zacht, roze rozen. En eigenlijk had hij laatst weer nieuwe rozen. Dus ik vind dat wel heel bijzonder. Ik hou ontzettend van deze plant. Geen. Heemtuin. Heemtuin? Onze geheimtuin met kronkelige bomen en wortels kriskruis over het pad. Een bos waarvan je kan dromen. Zonlicht koestert zich langs de takken. Zet de flora in goud glanzend brokaat. Een spiegeling in de poelen. Glooiing aan de kanten. Oma. Een geluidsharmonie van auto's in de verte. En dichtbij vogelgesnater in het water. Wij fluisteren. Volwassenen en kinderen laten zich door de realiteit niet hinderen. Sprookjes beleven, fantasierijk, in het prachtige kleine bos, midden in de Molenwijk.